Veel snappen niet wat geduld is, nog hongerigheid. De honger is de sideline, spelen geduldig, wacht op jouw tijd. Hard gaan is consistency, jarenlang volhouden. Niet na een maandje huilen, ik heb geen keuze man. In mijn hoofd, ik moet doorgaan. Als je dat niet hebt, daar is de deur, beter nog de nooduitgang. Ik wil eigenlijk wel een verhaal vertellen over toen het van vroeger dat ik zeg maar mensen willen altijd weten over de man behind the music en hoe ik heb gestreden en van alles. En ik liep hier vroeger stage en ooit precies hier bij dit station Almere Oostvaarders. En dit was wel echt een van mijn lowest points, weet je, want ik was toen echt al heethoofd. En ik ben kreeft ook, weet je wel. En er was zo'n chick. En die had altijd grote mond en ze was ook altijd stoer aan toen van dat ze een keer haar boze vriendje op een collega had afgestuurd. Dus ik dacht van ja, kom maar op, chick, weet je wel. Je weet hoe ik ben. En ik had dat dingen gezegd, dit dat, en dus toen werd ik bijna ontslagen en zo. En dus toen, en ik had de avond daarvoor nog mijn waggie gecrashed, weet je, Peugeot 106. Later had ik die 206, weet je wel, I graduated, om het zo maar te zeggen. En dus eerst had ik gewoon auto en zo relaxed en ik moest altijd vroeg van huis hoor. Maar toen op een gegeven moment, ik had die auto gecrashed, weet je wel, te hard in die bocht en je weet gewoon die dingen gaan. En dus ik moest ineens met de trein, dat was een lange rit, Amsterdam en dan deze stoptrein, weet je wel. Ik wist het eerst niet, dus in het begin stapte ik hier uit. Dus ik moest helemaal lopen en dat was net toen ik bijna was ontslagen, die auto gecrashed en ik moest mijn verhaal komen doen. Dus ik zo lopen, ik vond mezelf echt wel zielig, weet je wel. Gewoon van, weet je. Dus ik had bij Oostvaarders uit moeten stappen, maar ik stapte bij die andere uit. Wel grappig, want er was daar een keer een jongen die was gepakt op zwart rijden. En hij had ze nog ontweken. Hij ging over die paaltjes heen springen. Hij had zich station is Almere Centrum. Station Almere Centrum. Ja. Deze sprinter rijdt verder richting Weesp, Schiphol Airport en Hoofddorp. En hij sprong zo over die reling heen. Maar ja, dus ik zo lopen. Ik had geen swag, niks. Weet je wel, stufie en zo. Ik dacht van shit man, weet je wel. En toen nog die auto had, weet je wel, kwam ik wel eens aan, dacht ik van, ja, weet je wel, toen stond ik daar om 7 uur, weet je wel, vet voor. Ik dacht van, ja, op een dag kom ik hier wel uit, weet je wel. En ik ging ook wel eens driften met die auto op het ijs, weet je wel. Moeten jullie niet doen hoor, maar zulke dingen. En, ja, dat, weet je. Het was wel een zware tijd hoor. En toen ik voor het eerst werd aangenomen, daar ging ik zeg maar, dat was nog met route plannen. Want je weet toch, Tom Tom was best wel bougie in die tijd. Dus ik met route plannen uitgeprint. Toen ging ik nog stoppen op de afslag, op de vluchtstrook van even mijn route plannen checken. En, ik zeg je eerlijk, het is niet alleen de jeugd hoor. Mensen in het algemeen worden steeds dommer man. Ik denk over 10 jaar maak ze gewoon alleen maar geluiden, net hoorbewoners of zo man. Echt. En het is niet leeftijdsgebonden, het is echt van, want ik heb dat ook met wijven van 40 of zo, met die Fona games en zo, weet je, dat blokkeren en zo, chicks van 40 doen die shit, hè? Helemaal verslaafd, insta verslaafd, je weet toch, op zoek naar hoe heet dat, validatie, weet je wel, zulke dingen, maar ja, nee, weet je wat ik wou zeggen, wat ik vroeger lijp vond van de treincultuur, want het is echt een soort cult man, die treinreizigers, is dat mensen zeg maar zo, je weet toch, zo ongevoelig of hoe heet dat, onverschillig zijn. Dus vroeger op Utrecht Centraal, kijk tegenwoordig reis ik niet meer met de trein, snap je nog? Als ik het kan vermijden. Maar die tijd, weet je maar wat ik zo lijp vind van reizen met de trein is van, dat die mensen zo raar doen. Dan is het ineens rush hour, dan zeggen ze van ja. Dan zeggen ze van ja, trein is vol naar de mensen die er nog in willen stappen. Of komt iemand aanrennen, mist hem net. Zeggen ze, trein gemist. Weet je, dat zijn echt fucking flikkers en zo, man. Of, hoe heet dat? Trein gemist.
Of vroeger dan als er vertraging was, want iemand had gesprongen. Oh, heeft er weer iemand voor de trein gesprongen? Zulke dingen, weet je wel. Nog eentje, stiltecoupé. Kennen jullie die? Vervelende mensen, man. Maar binnen een keer had ik het ook met zo'n wijf. Ik was een pokoe aan het luisteren, zei van, kan die wat zachter, die shit. Weet je, en vroeger, toen ik tiener was, liep ik dan scheldend gewoon weg. Maar die keer had ik zoiets van, ja, dat is eigenlijk zwak. Je moet eigenlijk gewoon stand your ground. Dus ik zei van, nee, hij kan niet zachter. Je weet toch? Klaar, punt. Ik ben dan gewoon blijven zitten, snap je? Ja, wel, snap je? Ik zat ook eerst, hè. Dus het was geen stilte. Ik heb een kusje, man. In mijn hoofd, ik moet doorgaan. Als je dat niet hebt, daar is de deur. Beter nog de nooduitgang. Ga maar. Is niks voor jou, net als klagen dan niet is voor de juppies die het nu willen hebben. Het is pittoresk en ligt dicht bij de stad. Je trapijs is misschien wel een historisch pand.